Welkom bij de B&B-verhuurcursus.nl podcast. Alles over het investeren en verhuren van vastgoed, vakantiewoningen en recreatiewoningen in Nederland, maar ook het buitenland. Goedemiddag allemaal, goeiedag. Ik weet niet welk tijdstip jullie deze podcast of video gaan kijken en luisteren, maar bij ons is het nu middag. In deze nieuwe podcast wil ik het met jullie gaan hebben over het gebruik van social media. Nou, we hebben natuurlijk al eerder een social media podcast film opgenomen en we hebben natuurlijk ook een uitgebreide social media module gemaakt in onze cursus. Dus voor degenen die al lid zijn, die hebben waarschijnlijk de social media module al gezien of al gevolgd. En voor degenen die nog geen lid zijn van onze cursus, die hebben al misschien het een en ander in onze vorige podcast erover gehoord. En zo niet, dan ik ga het niet over de hele social media module hebben, maar ik wil jullie wel iets gaan vertellen over het invloed van social media. En hoe je hier nou zo optimaal gebruik, of het optimaal mogelijk gebruik van kan maken. Nou, het is natuurlijk al een tijdje mooi weer en dat brengt mij altijd op het idee om, om foto's te maken. En waarom? Nou, vraag jezelf eens af als jij op vakantie gaat of als je op vakantie bent vooral. Hè? Iedereen die heeft natuurlijk een mooie smartphone met een goede camera tegenwoordig. En iedereen legt altijd leuke vakantiekiekjes vast. Dus bij bezienswaardigheden of als je lekker aan het eten bent of als je met je gezin op het strand bent. Van de omgeving, planten, fietsroutes, wandelroutes, nou noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken of men maakt er foto's van. En ze vinden dat leuk om dit te delen met anderen. Dus op Facebook, op Instagram. Instagram staat vol met vakantiekiekjes en vrolijke zonnige foto's, maar ook sneeuwfoto's mocht je op wintersport gaan of ik noem maar wat. Of je bent een verfijnd natuurliefhebber, of je nou wandelt of fietst of whatever. Misschien extreme sporten hebt, zoals Nick bijvoorbeeld. Dan delen mensen dat ook op Instagram en op Facebook. Nou, daar heb je eigenlijk al hetgene waar ik het over wil hebben. En dat is natuurlijk, we hebben het over het verhuren van vakantiewoningen. Nou, wat doe jij nou om je vakantiewoning zo goed mogelijk aan te bieden? Maak jij al gebruik van social media? Zorg jij ervoor dat als jij ergens zit of je bent lekker, je bent in je eigen omgeving of in de omgeving waar je dan ook verhuurt en je zit op een terrasje of je bent iets anders leuks aan het doen of je hebt misschien je woning opgeknapt of je bent lekker uit eten of wat dan ook. Maak je dan foto's? En zet je deze ook online? Dus heb je een social media account voor je woning bijvoorbeeld? Heb je een Facebook pagina aangemaakt voor jouw woning? Een bedrijfspagina zou je aan kunnen maken. Maar heb je ook een Instagram account? Want Instagram, heel veel mensen weten het niet. Maar je kan echt klanten binnenhalen via Instagram. Zonder dat het je geld hoeft te kosten. Het gaat er namelijk om dat je weet hoe je de juiste doelgroep moet bereiken. Nou, daar ga ik in deze podcast niet al te uitgebreid op in, want daarvoor verwijs ik jullie graag door naar onze social media module. Dus mocht je nog geen lid zijn of wil je er meer over weten, dan kun je je altijd inschrijven voor onze gratis online training. Of je kunt natuurlijk lid worden van onze cursus. Maar dat terzijde. Want nu ga ik jullie natuurlijk van informatie voorzien en van waardevolle tips. Nou goed. Je zit dus op een terrasje of je bent lekker uit eten of je hebt je woning leuk opgeknapt. Ik adviseer altijd, maak daar foto's van. Mensen willen weten wat jou bezighoudt. Zij er zelf op, persoonlijke foto's doen het allerbest. Die werken gewoon het beste. Mensen willen weten wie is degene achter de schermen, wie verhuurt die woning, bij wie kom ik terecht, wie is mijn gastvrouw. Dus als jij zelf erop staat, of misschien met je gezin. Ik merk het zelf ook. Als wij foto's uploaden van onszelf met Jackie en we zijn lekker op het strand, dan wordt daar massaal op gereageerd. Nou, als mensen dus massaal reageren, betekent dat ook dat het heel veel mensen het hebben gezien. Dus dat jij natuurlijk ook weer hoger in de pagina terechtkomt. Daarnaast is het heel belangrijk dat als jij dus iets uploadt, dat je de juiste hashtags gebruikt.
En dat moeten hashtags zijn die niet vaker dan 10.000 keer bekeken zijn. Want dan verdwijn je natuurlijk in alle zoekresultaten. Dus dat wil je niet. Dus je moet ervoor zorgen dat ze in ieder geval minimaal 1.000 keer bekeken zijn. Maar ook niet te vaak. Nou, maak dus overal foto's van. Het is prachtig weer. De mooiste zonnige foto's die trekken de meeste mensen aan. Dus ga maar na als jij zelf op zoek gaat naar een vakantie. He, dan kijk je naar zonnige foto's. Wat is er te doen in de buurt? Lekker eten trekt mensen vaak aan. Je hebt tegenwoordig een heleboel van die foodies die echt gaan kijken van wat is er te eten. Hebben ze vegan? Hebben ze lokale versnaperingen? Ik noem maar wat. Lokale biertjes. Duitsers zijn gek op lekkere biertjes. Ik zelf ook trouwens. Al mag het nu eventjes niet. Maar als ik op vakantie ga, dan vind ik het heerlijk om gewoon lekker een hapje en een drankje te doen. En als ik dan weet waar ik goed kan eten en waar ik lekker gezellig kan zitten, dan helpt dat mij natuurlijk. En zo moet je ook, je moet echt in de huid van een toerist gaan kruipen. En daar moet je dus ook je voordeel mee doen. Dus wat vind jij leuk als je op vakantie gaat? Waar ben jij naar op zoek? Wat vind je aantrekkelijk? Wat zou je graag willen zien als je naar de foto's kijkt? Dus ga je in de huid van de toerist zitten. En als jij dan je foto's maakt, waar je dan ook bent, in je omgeving van je woning, denk daar dan ook over na, sta erbij stil. En zorg ervoor dat je die foto's dan ook op je social media accounts plaatst. Nou, hiermee kun je onwijs veel klanten trekken, zonder dat je daarvoor het hoeft te adverteren op Airbnb, op Booking.com, op VRBO, op Veringhuismieten, op welke site dan ook. Dus eigenlijk was het gratis reclame. En tegenwoordig zit iedereen op Instagram, iedereen zit op Facebook. En het wordt alleen maar hotter eigenlijk. En zeker Instagram is een account wat alleen maar aan het exploderen is met voor klandizie. Dus zorg ervoor dat jij je Instagram account en je Facebook account gewoon helemaal up-to-date hebt. Nou, dan heb je een paar tips nog. Mensen willen dus weten, wie zit er achter de schermen? Dus wie is het gezicht? Wie is de gastvrouw? Bij wie komen mensen terecht? Hoe ziet de woning eruit? Welke woning boek ik? Hoe ziet de woning eruit? Hebben ze dingen voor kinderen bijvoorbeeld? Even reclame voor Malaga's Beach House. Die is van Stijn en Nicole Zeeman. En zij hebben een beach house in Malaga. Nou, dat is echt een fantastisch voorbeeld om eens een kijkje te gaan nemen op hun Instagram account. Want hun zijn ook echt gericht op kinderen. En dat zie je op iedere foto zie je dat terug. Dat is super leuk om te zien. Want je ziet bijvoorbeeld een babybedje, een klein fietsje, speelgoed, kinderstoelen, noem allemaal maar op. Maar het is allemaal heel mooi weggezet op de foto's. Ja, en als jouw doelgroep gezinnen met kinderen is, dan trekt dat natuurlijk enorm aan. Dus denk daar ook over na als je je foto's maakt en plaatst. Van wat wil je uitstralen aan je publiek? Welke mensen wil je aantrekken? Wat is je doelgroep? Nou, zorg er dus voor dat je vakantiewoning er zo leuk mogelijk op staat. Dus dat mensen echt weten waar ze terechtkomen. Maar dat het ook aantrekkelijk is om daar te gaan boeken. Wat is er te doen in de omgeving? Dus maak leuke foto's. Wij wonen hier aan de kust. Het is altijd leuk om zonnige foto's van het strand, maar ook als het waait. Hè, als de golven meters hoog staan, dat je bijna van het strand afgeblazen wordt, zeg maar. Uitwaaien, ook altijd leuk. We hebben hier een heleboel lokale activiteiten. We hebben de halve marathon van Egmond. We hebben visserijdag. Er worden superveel evenementen hier georganiseerd. Dus dat maakt het ook weer aantrekkelijk voor de gasten om naar Egmond aan zee te komen. Nou, als je al die dingen bij elkaar optelt, en dan is het natuurlijk ook heel leuk om gewoon eens een spontane post te maken. Dus zit je ergens, laatst zaten wij op een terrasje, nou dan maak ik even een fotootje en er komen gelijk allemaal reacties op. Ja, en dat is natuurlijk leuk. Zorg ervoor dat je je account levend houdt. Dus dat je niet in één keer 1000 foto's plaatst, maar zorg ervoor dat je gewoon genoeg content plaatst iedere keer. En dat is ook waar wij mee bezig zijn. Dus maak jij gebruik van je social media. Ben je er actief op? Zorg je ervoor dat er regelmatig iets geplaatst wordt op je social media account. Al die dingen zorgen er natuurlijk voor dat jij zoveel mogelijk zichtbaar wordt. En niet alleen op je Facebook pagina of op je Instagram account. Maar ook in Google. Want als jij je woning goed adverteert op deze websites, kom je ook weer hoger in de zoekresultaten van Google terecht.
Nou, daar heb ik natuurlijk ook in de vorige video al even over gehad. Over Google Travel bijvoorbeeld. Dus hoe zichtbaarder jij wordt, hoe beter het is voor je klanditie. Nou, ik denk dat ik hem voor deze podcast wil gaan afronden. Ik denk dat ik mijn tips die ik wilde geven, dat ik die mee heb gegeven. En kort samengevat is dus gewoon wees actief op je social media account. Maak hier ook echt gebruik van. En zorg ervoor dat je gebruik maakt van het lekkere weer, de leuke omgeving, de dingen die er te doen zijn. En zorg ervoor dat je actief en een levend profiel hebt. Nou, wil je hier nou nog meer over weten? Stel je vragen onder deze video. Dan krijg je uiteraard een reactie van ons terug. Je kunt je ook aanmelden voor onze gratis online training. Dat kan via onze website. De link zal ik ook even delen onder deze video. Geef even een duimpje omhoog. Dat helpt ons ook weer omhoog in de zoekresultaten. Net zoals dat jullie dat willen bereiken, willen wij dat natuurlijk ook. Want we willen zoveel mogelijk mensen enthousiast maken over de B&B verhuurcursus. En we hopen zoveel mogelijk mensen op weg te kunnen helpen met hun B&B verhuur. Dus like de video, stel je vragen in de comments en dan zien we je bij de volgende video. Dankjewel!